Dit gaan we dus echt niet doen. Jawel. Nou, gewoon, waar je dan tegenop staat. Ja, het is niet dat jij alleen wij maar dat niet irritant erg bent. Wij zijn ook irritant. Zeker. Dus dat mag gewoon voor jezelf. Daar zijn wij. We dachten dat we op een mooi eiland waren. Regent het. En er is een orkaan. Dora, nou, niet hier. Ja. Nou. En die was er en nu is de nasleep. Ja. En er zijn ook bosbranden. Maar niet op dit kant. Maar op het noorden van het eiland. En wij zitten nu noordwest, noordoost. Hier, dikke paniek overal. Nieuws staat gelukkig voor. Is hier geen brand, maar dus wel heel veel regen. De meiden besluiten voorlopig te gaan schuilen in een nabijgelegen bed and breakfast. Mijn moeder stuurt een ding. Doden door natuurbranden op Hawaii. Inwoners vluchten in paniek de zee in. Ook over doden. Nee, joh. De zorg op Maui is overbelast door brandwonden, patiënten en mensen met ademhalingsproblemen. Vlammen. Honderden gezinnen zijn dakloos geworden. Nou, ik was daar nog 2 weken geleden. Het zou eens een ding zijn. Maar ik vind het alsnog echt heel gezellig en leuk dat we hier zijn. Ja, want ik wilde even zeggen dat ik het wel echt fucking leuk vind eigenlijk. Ondanks ik in het begin echt geen zin hierin had. In mijn gezin weet ik zeker dat het leuk is. Jullie zie ik wel in Nederland weer. Dan kunnen we ook gewoon met z'n allen leuke dingen doen in Nederland. Maar nou, Leeuwarden is wel echt een andere kant van Leeuwarden. Ik denk dat je dat in 2 dagen fietst. Jij wel, ja. Fiets niet zo hard, hè, vriendin. Je mij ooit zien fietsen. Oh my god, het trilt. Nou, hou op hoor. Voel je dat niet? Ik heb mijn eerste aardbeving gehad. Yes! Wat freaky, mijn stoel begon gewoon te trillen. Wat vet! Moeten we dan niet nu niet onder de tafel of zo? Wat is er nu klaar? Je hebt toch ook kleine aardbevingjes? Het is geen dat is een heftige. Maar is het dan nu klaar, de aardbeving? Ja. Dit was het gewoon. Ja. Een kleine afleiding door de aardbeving, maar voor de rest. Wat wilde je zeggen? Waarom moet je geen zin? Oh ja, wacht, we hadden het er voor jou. Oh ja, nee, maar dus ik dacht gewoon, ik wil gewoon lekker met de kinderen spelen en de kinderen naar school brengen. En, Nu vertel je niet alles erbij. Ik had eigenlijk ook niet heel veel zin in jullie. Nee, als ik heel eerlijk ben, is dat gewoon. Ja, ik zei het wel heel direct, maar ik dacht gewoon, in mijn gezin weet ik zeker dat het leuk is. En we hebben gewoon met z'n vier, hebben we gewoon heel eerlijk gezegd, spanning. Kan je ook kort samenvatten wat je vervelend aan ons vindt? Dit gaan we dus echt niet doen. Jawel. Nou, gewoon, waar je dan tegenop staat. Ja, het is niet dat jij alleen maar irritant bent. Wij zijn ook irritant. Zeker. Dus dat mag gewoon voor jezelf. Daarna zijn wij. Nou, ik vind jou ook irritant. Ja, dus. En jij bent irritant. En jij. Het was in één keer, joh, Melanie, zeg even wat je vervelend aan ons vindt. Dat ik denk, ja, maar we wachten eens even, hè. Het is niet dat ik alleen dingen vervelend vind. Maar ik snap hem ergens wel, want als je kijkt naar hoe we zijn. Ja, weet je, ik ben wel degene die dan er net buiten valt. Ja, maar ik vind het niet eerlijk, want het komt nu over alsof ik soort... Nee, sommige dingen zijn ook super waar en daar moeten wij gewoon op letten. Dat zijn juist dingen die wij dan fout doen. Dus ik heb het gevoel dat jij echt het gevoel hebt dat het slecht is dat je nu deze dingen zegt, maar dat is het helemaal niet. Nee, het is juist goed dat jij het benoemt om bij ons te laten zien waar wij aan moeten werken. Ja, dat maakt het ook fijner voor ons allemaal en dan leren wij ook van. En ik vond het echt heel fijn dat we gewoon eigenlijk allemaal eerlijk tegen elkaar zijn en zeggen hoe we elkaar zien en dat soort dingen. Want dit soort gesprekken heb je niet zo snel met iemand die je al heel jarenlang kent. Ja. Maar vind je het moeilijk om erover te praten? Ja, het voelt dan voor mij niet eerlijk om dan te zeggen, ja, nee, hier stoor ik me aan of zo. Omdat we hier al zijn en omdat we al... We hebben het ook gewoon heel erg leuk met elkaar. Dan gaan we het ook nog wel hebben over de positieve dingen. En we gaan ook gewoon door je vragenlijstje. Ja, ik heb wel echt serieus goede vragen. Dan gaan we dat doen. Mel had vragen opgeschreven die ze aan ons wilde stellen. Ik vond het wel schattig. Echt iets Mels weer. Dat zij die vragen bedenkt en zo. Wat is nou iets waarvan jullie zeggen, dit heb ik hier geleerd. En ik wil dit in Nederland veranderen. Alleen zijn. Mm-hmm. Alleen dingen doen, mijn rust pakken, want ik heb dat blijkbaar heel erg nodig. Ook voor mijn gemoedstand en die van de mensen om mij heen. Ik was mezelf wel een hele tijd kwijt. Dus ik dacht van, nou, wie ben ik eigenlijk ook alweer? En ik heb mezelf wel weer gevonden. Hier. Ik heb een hele lange relatie gezeten. En toen draaide eigenlijk mijn hele leven daarom. En toen dat wegviel, dacht ik even van, wow. Mijn leven is een beetje voorbij, zo voelde het op dat moment. En toen
was ik mezelf even kwijt van, oh, wie ben ik eigenlijk ook alweer zonder hem? En nu weet ik weer wie ik ben. En dat is zo fijn. En daar ben ik zo trots op. Mijn moeder was heel blij dat ik meedeed, want zij hamert er al mijn hele leven op dat ik zelfstandig moet worden. Mm-hmm. En ik snap haar bedoeling daarmee. Soms vind ik wel dat ze het iets anders kan aanpakken, want dan snap ik iets niet en dan wil ze mij niet helpen. Want dan zegt ze, ja, dat moet je zelf uitzoeken, want jij moet zelfstandig worden. Mm-hmm. Mama, ik ben in mijn eentje naar de andere kant van de wereld gegaan. En oké, je bent wel langsgekomen, maar daar heb ik niet om gevraagd. Dat wou je zelf, omdat je mij miste. Ja, miste je ouders ook. Oké, maar ik zei niet, mama, kom alsjeblieft naar Hawaii. Nee, dat klopt. Ik heb het gewoon gedaan in mijn eentje aan de andere kant van de wereld. Ik wil nooit meer horen dat ik zelfstandig moet worden, want dat ben ik. Ja, mijn moeder hoeft me echt niet te vertellen dat ik niet zelfstandig ben, hoor, want dan is ze echt bij de verkeerde. Ik denk, wat ik hier heel erg heb geleerd, dat het eigenlijk gewoon goed is zoals ik ben. En ik denk dat ik die heel erg moet onthouden. En dat ik daarin ook gewoon mag chillen en voor mezelf mag zorgen en niet altijd alleen maar hoef te werken en te presteren. Absoluut. Yes, ma'am. Dat moet. Maar ik weet ook wel dat ik niet in de situatie blijf waar ik vandaan kom. Mm. In het alleen maar naar school en het alleen maar werken en het alleen maar presteren. Ik ga ook de wereld in. Ik ga echt op vakantie. Ik ga echt overal heen. En daarin wil ik... Ik heb ook wel geleerd om hier nog meer voor mezelf te zorgen. Om ook gewoon te kunnen genieten van de nagels en de make-up. En het leuk is om je haar te doen en er voor jezelf te zijn. En niet alleen tijd te geven aan een ander. Ben jij Biebs? Ik ga nadenken. Gewoon mensen gunnen om mij te leren kennen, denk ik. Als in minder oppervlakkig zijn. En ja, minder weg te rennen of te vluchten, als jullie het zeggen, in mijn hoofd en in andere dingen. En mezelf gewoon confronteren met mijn eigen gevoelens. Maar dat gaat echt wel wat tijd kosten. Ik weet dat dat niet zo 1, 2, 3 gaat.